morgen, middag, avond en eens video kijken. Welkom weer in een nieuwe video. Vandaag is het de laatste, nou niet, dus de eerste video van het nieuwe jaar. Want vandaag is het, jullie kunnen zien, het is letterlijk 7:45 op 31 december. Dus zo meteen gaan vuurwerk steken. Ik deed net ook al een rondje door mijn wijk en het is echt fucking veel vuurwerk. Allemaal shells en zo'n dingen. Ik heb het gefilmd met mijn telefoon. Dus jullie zullen heel veel video's van vuurwerk op mijn telefoon zien, omdat ik mijn camera had ik niet mee. Die komen zo meteen denk ik ergens, doe plak ik er gewoon tussen. Nou, ik ga zo meteen aftellen met mijn familie. Dus mijn vader, moeder, oma en mijn zus. Daarna ga ik naar Mattie van me. En dan ga ik daar de rest van de avond zijn. Maar ik wou gewoon even met 12 uur 4 zijn. En dat is goed, er wordt ook nog een bommetje hier onder in de buurt afgestoken. Tenminste, dat werd gezegd net. Dat zullen jullie ook zien. Dan ga ik denk ook filmen met mijn telefoon. Ik denk mijn camera gewoon even thuis hou. Maar in ieder geval, dit is mijn soort van auto nieuw. Niet heel spannend, want we hebben geen vuurwerk. Want normaal gesproken ging ik altijd met mijn pa altijd vuurwerk inkopen. En dan gingen we naar Karwei? Hoe heet dat daar zo? Of Ranzijn. Intratuin. Een van die winkels gingen we heen. We hadden al twee tassen vol met vuurwerk. En dat was altijd vet mooi. Maar nu hebben we gewoon helemaal niks, omdat het niet meer mag. Dus maar de buurt heeft genoeg. Dus video's komen zo meteen. Ik ga eerst wel aftellen en daarna komen de video's. Of de video's van het vuurwerk. Ja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yay! Gelukkig nieuwjaar! Ja, gelukkig nieuwjaar, pap. Ja, proosten! Proosten! Hey! Ik heb mijn telefoon. Oma! Gelukkig nieuwjaar allemaal! We zijn nu buiten. Ik hoor al best wel veel. Nou, je ziet helemaal niks. Nee, je ziet nog helemaal niks. Je hoort wel heel veel. Ja, Shell. Nee, dit was gewoon mijn auto nieuw in het kort. Ik ben gewoon doorgaan naar vrienden hierna. Ik heb in ieder geval alles wat ik
Tenminste, ik heb zelf heb ik niet zoveel afgestoken, maar in de straat wel. Dus daar zijn al die video's van die jullie hiervoor hebben gezien. Best wel veel. Ik heb sowieso een leuke avond gehad. Het is nu, is het ook, als ik naar de klok kijk, het is nu 4:06, als je scherp stelt. Dus ja, ik ga zo lekker mijn bed in, want ik ben ook gewoon moe. En ik, ja, ik wil gewoon lekker mijn bedje in. Dus dat ga ik zo meteen doen. Ik ga eerst nog even chappen, denk ik. Ik ga even kijken wat we hebben. Dus dat is ook wel goed. En dan, ja, het is een avond en ik vond dat sowieso leuk. Dus als jullie het ook leuk vonden, even een duimpje omhoog. En dat ik even weet hoe jullie auto nieuw was. En ja, dat was even mijn mededeling. En de kerstboom trouwens, die gaat ook binnenkort weer weg. Helaas. Maar ja, kerst is natuurlijk ook weer voorbij. Nieuwjaar, ik ja. Ja, dat, maar dat, kom je, dat wordt sowieso, gaan jullie dat zien in mijn vlogs. Dus als jullie dat willen zien, ja, abonneren, dan krijg je een melding als je dat belletje aan zit. Dat is helemaal mooi. Nou, ik ga even eten. En dan, ja, dit was gewoon mijn nieuw oudjaar, nieuwjaarsdag. En dan morgen weer lekker werken. Dus ja, ik ga lekker mijn bed in. Slaap lekker iedereen. Jongens, het is alweer 1 januari. Voor mij is het alweer 2 januari. Ja, het is alweer 2 januari, want het is na 12. En ik werd wakker. En ik werd best wel laat wakker, want ik werd om 3 uur wakker. Lekker later, toen moest ik naar mijn werk toe. En toen was de hele kerstboom al. En ik ga dat jullie ook gewoon nu laten zien. Want als ik hier de camera omdraai, is de hele kerstboom gewoon helemaal weg. De huizen zijn weg, de rode kussens zijn weg, het is allemaal weer blauw geworden. En het is gelijk een vet veel ruimte en alles is gewoon, nou, zo gek, een minder sfeertje vind ik zelf. Maar het is ook wel even lekker om gewoon even die bomen weg te hebben. Gewoon volgend jaar is hij dan weer op. Dus ik heb geen timelapse dat hij eraf is, maar hij is wel lekker weg. Dus dat is wel even mooi meegenomen en alles is gewoon weer terug naar oude staat. Dus ja, dit waren alweer de feestdagen. Eerstkomende feest voor, is volgens mij mijn verjaardag. Ja, dat is in februari. Dat gaan jullie ook allemaal zien. Dan heb ik ook een giveaway waarschijnlijk. Dus als je daar mee wilt doen, even abonneren. Gewoon alles abonneren, dan vergeet je het niet. Maar daar moet je gewoon bij zijn, dat zal het maar meegenomen. Ja, nu ga ik lekker in mijn bed in, want ik ben ook wel moe. En dan morgen weer een dag. Of ik dat ga vloggen, dat weet ik niet. Dat zien we morgen allemaal. Dus ja, maar dit was nieuw voor mij. Kerst en auto nieuw voor deze vlogs. Dus dat was helemaal mooi. Ja, dat eigenlijk. Helemaal top. Even een heel ander beeld. Zoals mijn scooter. Jullie weten hoe mijn scooter eruit ziet, maar dit logo... Is er dus, als je scherp staat, is gewoon af. Ik weet niet of hij eraf is gejat, of eraf is gevallen. Dus ik heb gelijk een nieuwe besteld en dat wordt deze. Dus dat is gelijk wel een dikker. Ik dacht, ik doe blauwe ogen in plaats van rode ogen, want dat vind ik toch even wat dikker. Dus ik moet even gaan invetten, want mijn ouders hebben die dan beter plakt. En dan, ja, dan plak ik hem op en dan wordt hij best wel dik. Dus dat ga ik nu even doen en als jullie zo meteen het eindresultaat. Dus dit zit nu, gewoon een lelijk vieze vlek en dan gaan jullie nu het eindresultaat zien. Dit is hem. Nu, ik heb hem er even opgeplakt. En als je dit zo overziet, ik vind het wel dik hoor. Het is gewoon zo'n blauwe ogen. Ik zat te twijfelen tussen blauw en rood. Want ik heb ook een losse sticker, is ook weer rood. Dus, en dit is dan weer blauw. Dus zeg maar, het is dubbel. Maar ik ga denk ik, wat ik ook nog wou, altijd vroeger wou toen ik net scooter had. Wou ik altijd een lijn hier of zo, via mijn windscherm. Helemaal doorlopen naar mijn spotbord. Ik weet niet of ik dat nog ga doen. Omdat ik auto wil kopen. Maar dat is op zich, vind ik dat wel dik. Want ik vind die ook wel dikker die is. En in ieder geval, ik heb weer een logo, want het zag er niet uit zonder logo. Dat is top. Dus ja, ik heb een lekker logootje erbij. Dus dat is, ik vind het ook alweer een mooie toevoeging. Want eerst was die eerst zwart. Even kijken, ik ga even een foto toevoegen. Die foto ergens, dat was hem. En dit is hem nu, dus ik vind het ook alweer dik. Maar dit was weer mijn vlog van het nieuwjaar. Ik ga hem even lekker editen. Mocht je deze video leuk vinden, even een duimpje omhoog. Alvast nog steeds... Beste wensen, gelukkig nieuwjaar voor iedereen die deze video kijkt. Ja, ik ga even lekker editen, want ik heb heel veel video's op mijn telefoon en zo ertussen zitten. En het wordt gewoon een vlog met heel veel vuurwerk. In ieder geval, als je hebt genoten van duimpje omhoog, vergeet zeker niet te abonneren voor een nieuwe video. En dan zien jullie bij de volgende video. Dus, la 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 la, Elmo's song. La 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 la, la 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 la.